Tweede veerkrachten webinar, eigenlijk een reeks over urgente maatschappelijke vraagstukken over rond de coronacrisis voor veiligheidsregio's en gemeenten. We hebben een aantal weken geleden een eerste webinar gehad over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de rol van de veiligheidsregio's daarin. Opbrengsten zijn ook te vinden op de LOTC-pagina voor degene die daarin geïnteresseerd is. En dit webinar speciaal over de lessen vanuit de historie, met een paar vooraanstaande gasten ook vanmiddag. Webinar vooral voor burgemeesters, wethouders en andere adviseurs van veiligheidsregio's en gemeenten. Wij doen dit vanuit het landelijk operationeel team Corona, het LOTC. Eigenlijk een speciaal informatieknooppunt voor veiligheidsregio's en hun crisispartners. Mijn naam is Laurens van der Varst. Ik ben de moderator van dienst. En ik geef dus leiding aan het team Veerkracht en Samenleving binnen het LOTC. We hebben dus een aantal webinars waar we niet gaan voorschrijven wat jullie zouden moeten doen. Maar vooral ter inspiratie, ervaringen, lessen uit de praktijk en uit de wetenschap beschikbaar stellen voor veiligheidsregio's. Volgens mij gaat het helpen, want het is voor iedereen zoeken en pionieren op nieuw terrein. De opgave vooral, laten we met elkaar die zoektochten aangaan. En het is goed te merken dat er zoveel animo ook voor dit webinar is. Het blijft pionieren, zowel inhoudelijk als technisch. Dus als jullie feedback hebben, na afloop horen we dat graag. Hey, ik stel voor dat we snel van start gaan met de sprekers Beatrice de Graaf, Rina Knoef en Katrien Santing. Lotte Jensen vanaf het vakantie-RTS, die gaat ook meedoen. Beatrice gaat zo meteen de aftrappen verzorgen, gevolgd door een presentatie door Rina. Over een half uur gaan we in gesprek over de vragen die zijn binnengekomen. Beatrice, welkom. Goed dat je er bent. Kan ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Laurens. Dank aan het LOTC om ons als historici uit te nodigen om vandaag met jullie, met u, in debat te gaan over wat je van de geschiedenis kunt leren voor de huidige crisis. En ik begin maar meteen met een hele mooie historische plaat. U ziet hier allemaal een prachtige plaat. Het is een schilderij geschilderd door de schilder Antoine Jean Gros in 1804. En u ziet in het midden Napoleon himself. Van wie kunnen wij beter leren over historische crisis dan Napoleon, die immers zelf de veroorzaker is geweest van niet alleen militaire, politieke, sociale, maar ook medische crisis. Heel interessant aan dit schilderij is, omdat het heel erg het beeld over Napoleon heeft bepaald. Het is in 1804 geschilderd. Hij was toen keizer tot keizer gekroond. En u ziet hem hier iets heel vreemds doen. Hij raakt een man aan. En die man die heeft de pest. Het is een soldaat van Napoleon. En dit is een schilderij dat een afbeelding is van de Egyptische campagne van Napoleon, die in 1798 begon om zijn rijk uit te breiden naar de Levant, naar het Midden-Oosten. Hij bestormde Egypte, Syrië met ongeveer 38.000 troepen. En eigenlijk was deze hele campagne een desastreuze mislukking. Hij ging er met ongeveer 35.000 soldaten heen. 5.000 stierven op het slagveld. En 5.000 kwamen om door de plaag en ook nog andere ziektes. Dus je zou zeggen, waarom is hij daarna in hemelsnaam keizer geworden als hij er zo'n potje van maakte? Nou, dat kwam omdat Napoleon een meester was in de beeldvorming. En de Levant was ver weg. Men wist ook niet allemaal wat er was gebeurd. En dit schilderij heeft heel erg het beeld van Napoleon bepaald. Hij verloor de oorlog, maar hij kwam terug als meester van de communicatie. En wat heeft hij hier nou zo bijzonder goed gedaan? Hij communiceert met de kijkers van dit schilderij. Hij communiceert met zijn soldaten, zijn grande armée, die hem heeft gemaakt tot wat hij was. En hij raakt deze man aan. Het was heel erg uniek, dat durfde bijna niemand. Want in die tijd had men nog helemaal niet goed door hoe de plaag werd veroorzaakt. Men dacht dat het kwam door slechte lucht, miasma's, door huidcontact, door allerlei andere oorzaken. En Napoleon raakt die man gewoon aan en werd zelf niet ziek. Dat was een risico dat Napoleon nam, zoals hij wel meer risico's nam. Hij had heel erg geluk, want u weet natuurlijk allemaal dat de plaag over werd gebracht van mens tot mens via vlooien. De vectors van de plaag waren vlooien of later ook ratten. En eventueel ook door hoesten, door aerosols. U ziet dus ook de man achter Napoleon,
die doet een doekje voor zijn mond, want die is bang dat hij door de besmettelijke lucht of door de adem wordt besmet. Nou, Napoleon wordt niet ziek, want de huid van iemand met de plaag is niet besmettelijk. Vanaf de middeleeuwen geloofde men dat koningen en keizers de royal touch hadden, de koninklijke aanraking. Dus als een Engelse of een Franse koning jou aanraakte, daar gold dat heel erg, dan werd je beter. Nou, dus Napoleon heeft hiermee heel erg de toon gezet en deze pandemie, hè, wat het was. Hij nam door zijn optredens de plaag eigenlijk mee terug naar Frankrijk en ook allerlei andere ziektes. Maar hij heeft zelf het beeld gekanteld. Hij was een leider en waardoor kantelde het beeld? Napoleon zocht zijn mensen op. Hij raakte ze aan. Hij stond bij ze. Vandaag de dag met de 1,5 meter samenleving zouden we dat weer niet zo'n goed idee vinden. Maar het was in die tijd een heel erg sterk teken van leiderschap. Bij je mensen zijn, erkennen dat je, ook jezelf, je ziekste soldaten niet achterlaat. En dat heeft hij ook niet gedaan, Napoleon. Hij heeft ook allerlei monniken bevel gegeven voor ze te zorgen. Goed, ik wil dit eventjes op ons in laten werken, dit plaatje. Het is sense making, het is meaning making. Arjen Boyne en Paul Hart hebben veel over leiderschap geschreven. Napoleon was een desastreus slecht leider als je kijkt naar zijn militaire campagnes, de uitkomst daarvan. Maar dit heeft hij goed gedaan. Ik wil gaan naar het volgende plaatje. Waarom helpt ons dit nou? We gaan zo meteen nog veel meer erover horen van mijn collega's Rina Knoef en Katrien Santing en in de discussie ook nog Lotte. Nou, wij denken als historici, en we merken dat ook, de vragen die ons worden gesteld, dat contextualiseren van grote, heftige crisis helpt. Ik heb dat zelf bij het onderzoek en ook het bespreken van terrorisme gemerkt. Een aanslag, een grote ramp, kan zo ontwrichtend werken. Mensen kunnen zo in de stress schieten. Het lijkt zo urgent, het lijkt zo heftig, het lijkt zo tot paniek en tot alarmisme te leiden. Dat als je laat zien dat in de geschiedenis dit al vaker is gebeurd. Dat mensen er ook al vaker weer bovenop zijn gekomen. Dat er ook allerlei middelen al zijn beproefd. Dat helpt. Het helpt om ook met een diepe blik in de tijd te kijken naar vraagstukken die heel complex zijn. En we staren ons dan heel erg blind bij terrorisme. Direct, wie is de terrorist? Waar zit hij? Is het een verwarde of een terrorist? Nu bij een pandemie heel erg naar hoe hoog is de R? Hoe snel gaat de besmettingsgraad? Dus je kijkt heel erg naar de directe korte termijn veiligheidsvraagstukken. Maar je zou ook eigenlijk altijd breder moeten kijken naar wat speelt er nou nog meer mee bij zo'n groot probleem. Nou, geschiedenis helpt ons in ieder geval, het stimuleert de verbeelding, dat is mijn tweede punt, om te kijken naar de bredere aspecten van zo'n crisis. Nou, dat is ook heel belangrijk als het gaat om betekenis te geven aan zo'n crisis. Wat is dit nou voor crisis waar we middenin zitten? En Napoleon wist een mislukte militaire campagne om te duiden tot een helend moment van een keizer die zijn onderdanen redt. Nou, bij onze crisis gaat het natuurlijk ook heel erg om, we zitten er nog middenin, hoe gaan wij aan dat wat er nu gebeurd is betekenis geven? Is dat een crisis waarbij het intelligente optreden van de regering en het veiligheidsberaad ons van het ergste heeft weten te redden? Is het een crisis waarbij uiteindelijk de exit, de rommelige, de chaotische exit, meer betekenis gaat krijgen? Is er al iemand die een slimme pitch heeft geformuleerd over de exit waar we nu in zitten? Het derde wat de geschiedenis ons ook aandraagt is, we hebben heel erg de neiging te leren van successen, van helden, van prachtige verhalen. De geschiedenis leert ons ook over allerlei zaken die misgingen en die ondergesneeuwd raken. We zouden heel goed in de gaten moeten houden nu, bijvoorbeeld als het gaat over Zweden. Is Zweden nou succesverhaal of is het mis aan het gaan? En wat gaat er dan precies mis? Daar willen we niet zo graag over praten, maar dat leert die geschiedenis ons ook. En dat is het laatste punt. Er is natuurlijk nog heel veel te zeggen over de geschiedenis, maar geschiedenis is een bron van verhalen, voorbeelden. Mislukte voorbeelden, veerkrachtige voorbeelden. Het is ook een bron van voorbeelden over mensen die zijn vergeten in de geschiedenis. We kijken naar Napoleon, maar het is veel moeilijker. Ik heb het nog geprobeerd, maar het is me niet meteen gelukt. Het is veel moeilijker om bronnen te achterhalen, geluiden te achterhalen van de gewone man. Hoe heeft die soldaat zich gevoeld die werd aangeraakt? Was het voor hem ook een succesverhaal? Nou, vandaag de dag is de geschiedenis heel veel rijker. We hebben veel meer bronnen staan tot onze beschikking van gewone mensen. Dat levert de geschiedenis ons ook. Mijn laatste slide laat ik nu zien. Ja, kijk, u kunt zeggen geschiedenis is leuk, het is aardig, het is fijn om ernaar te luisteren. Ik denk dat het ook nog meer is dan dat. De geschiedenis leert ons ook hoe het in de toekomst verder zal gaan. We kunnen zeggen, dit is zo'n unieke, bijzondere gebeurtenis, zo'n pandemie. Dat zal niet snel nog een keer gebeuren. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je een patroon. Je ziet een patroon dat in
eerdere tijden misschien dit soort uitbarstingen van plagen of ook terrorisme zich gedroegen als een normale verdeling. Je ziet dus die blauwe curve, dan zie je dat normale verdeling betekent dat het gewone, namelijk dat alles gewoon normaal, keurig, ordentelijk verloopt, dat het vaakst voorkomt en dat de outliers, de situaties waarin het heel goed of heel slecht gaat, dat heel weinig voorkomt. Nou, je moet eigenlijk erkennen dat pandemieën, en ik heb dat niet zelf bedacht, dat is Nassim Nicholas Taleb, die heeft er ook erg interessant over geschreven de laatste tijd. Hij zegt, we moeten erkennen dat in een situatie van meer globalisering, vernetzoom, dus mensen zijn meer met elkaar bezig. In de tijd van Napoleon was dat ook, hè, al die troepenbewegingen, nu weer. Moet je dus pandemieën, ziektes, maar ook terrorisme, zegt hij, moet je niet zien als een normaalverdeling. Gebeurt bijna nooit, komt heel af en toe voor. Je moet het zien als een dikke staartverdeling. Dus dat betekent dat de outliers, dus de zaken die in negatieve zin opvallen, vaker voor zullen komen. Nou, en dat is mijn punt. Daarmee sluit ik af, geef ik over aan Rina. We zullen hier vaker mee te maken krijgen. En dan kunnen we maar beter de geschiedenis gebruiken als bron van verbeelding en van veerkracht. Daarmee geef ik graag over aan Rina. Dankjewel Beatrice. Mijn naam is Rina Knoef. Ik ben medisch historicus aan de Universiteit van Groningen. En mijn specialisatie is de 18e eeuw. En in de 18e eeuw was er ieder jaar een epidemie. En die epidemieën die werden rotkoortsen genoemd. Heel toepasselijke naam. Mensen moesten dus voortdurend dealen met epidemieën. En wij gaan daar dus ook echt van leren. Om deze presentatie te beginnen wil ik ook starten met een grafiek. En het is het soort grafiek wat u waarschijnlijk erg bekend zal voorkomen. Het is wel geen afgevlakte curve. Maar we zien hier het aantal diarreegevallen in geel en het aantal cholera-gevallen in blauw. Mensen die zijn overleden en we zien dat daar een enorme piek zit in september van het jaar 1849. Nu zijn die doden afgezet tegen vier andere curves en die andere curves die geven het weer aan. Dus we zien daar de temperatuur. We zien de neerslag, we zien de wind en we zien de stand van de barometer. Dit waren echte medische kaarten. En waar ik vooral de aandacht op wil vestigen is wat er rood omstreept staat. Dat zijn periodes in de windmeter waarop eigenlijk niks gemeten werd. En de reden is dat de windmeter kapot was. Nu kunnen we daar natuurlijk een beetje om glimlachen. Dat doe ik ook, dat deed ik ook toen ik dat zag. En we kunnen er een beetje meewarig over doen. Want immers, dit geeft geen betrouwbaar beeld natuurlijk. Als de windmeter kapot is, hoe kunnen we dan nog wat zeggen? Maar dit is eigenlijk geen moment om terug te leunen en tevreden te zijn over onze eigen statistieken. Want ook onze eigen statistieken zitten vol met stiltes. Met de dingen die niet zijn gemeten, waar de windmeter zeg maar kapot is. En nou, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk dat het aantal coronadoden die niet getest zijn, nergens in onze grafieken te zien zijn. Iets anders wat ook niet zichtbaar is in onze medische grafieken, zijn de sociale onrusten of de sociale situaties, het aantal incidenten wat we hebben. Dus we hebben nergens eigenlijk grafieken die tegen elkaar afzetten, het aantal doden, het aantal coronagevallen en de onrust, de maatschappelijke roering die ontstaat. En daarover, die sociale roering, die maatschappelijke consequenties, wil ik het met u hebben. Daarbij gaat het vooral ook over de lange termijn. We zien sociale reacties die volgen patronen. En daarom moeten we een lange blik hebben in het verleden. En kijken naar verschillende historische pandemieën en epidemieën. Want alleen als we die lange termijn bekijken, kunnen we patronen identificeren. Nou, in deze aanpak maken we heel erg gebruik van wat Alex de Waal heeft gezegd al vrij aan het begin van deze pandemie. Dat weliswaar de ziekmaker steeds verschilt bij verschillende epidemieën. Maar dat het patroon van sociale de logica of het patroon van sociale reacties eigenlijk gelijk blijft. En het is dus op dit punt dat we ook historische continuïteit kunnen identificeren. En dus ook kunnen leren van de geschiedenis. Wat Beatrice net ook al zei, waar is het misgegaan? Waar gaan mensen op een bepaalde manier reageren? En als we dat weten, kunnen we dan misschien zaken voor zijn? Of kunnen we misschien bepaalde interventies doen? Waardoor we de boel in betere banen kunnen leiden. Een van die interventies
historische interventies waar ik nu eventjes over wil hebben, is interventies van de Britse dokter John Haygard aan het einde van de 18e eeuw. John Haygard was een dokter die zich bezighield met pokkenepidemieën. En die pokkenepidemieën waren enorm dodelijk in de 18e eeuw. Hij had zelf berekend dat 1 in de 6 kinderen overleed aan pokken in die tijd. In werkelijkheid is dat meer geweest, hebben historici ontdekt. Nou, voor John Haygard was dat 1 op de 6. Hij had ook ontdekt dat die pokken besmettelijk zijn als mensen dicht bij elkaar zitten. Hè. Dus hij ontdekte dat pokken vooral voorkomen in arme buurten en veel minder in rijke buurten, waar mensen in mooie huizen wonen, voldoende afstand hebben en ook misschien minder vaak naar buiten gaan. Nou, John Haygard had het allemaal geobserveerd en hij had 4 maatregelen voorgesteld die infectiegraad omlaag moesten brengen. Nou, de 4 maatregelen staan hier op de slide en ze zullen u heel erg bekend voorkomen. De eerste, social distancing. Dus Haygard zei, mensen die moeten een afstand houden van 18 inches. Het is niet 1,5 meter, maar 46 centimeter. Dat had hij echt exact uitgerekend. Hij zei ook, als je ziek bent, moet je binnen blijven en vooral niet in de buurt komen van mensen die extra kwetsbaar zijn voor de ziekte. Een tweede preventieregel was netheid voor alles. Dus handen wassen, spullen wassen die in aanraking zijn geweest met besmettelijke stof. Vooral heel erg goed letten op reiniging. Een derde maatregel was contactonderzoek. John Haygard is ook wel de uitvinder genoemd van het contactonderzoek, contacttracering. Dus hij stelde voor om altijd te kijken naar patiënt nul. Waar is het ontstaan? Waar zijn infectiehaarden ontstaan? We moeten die mensen of die personen opsporen en we moeten kijken met wie ze in contact zijn geweest, om op die manier de verspreiding van de ziekte in kaart te brengen. Een vierde preventieregel is dat hij stelde een groot programma voor van inoculatie. Dat is een heel vroege vorm van vaccinatie waarmee hij groepsimmuniteit wilde creëren. Nou, u zult zien, deze 4 maatregelen lijken echt bijzonder veel op de maatregelen waar wij nu mee te maken hebben. En je zou ook verwachten dat het heel erg geholpen moet hebben. John Haygard was zelf ook heel optimistisch. Hij zei, als we ons hieraan houden, dan brengen we de sterfte naar beneden met 75%. Helaas is dat allemaal niet waarheid gebleken. De strategie was niet succesvol. Hij heeft de pokken er niet mee kunnen indammen. Het heeft allemaal niet geholpen. Nou, waar lag dit aan? Er zijn 2 belangrijke oorzaken waarom het allemaal niet werkte. Het eerste is dat er helemaal geen rekening werd gehouden met sociaal-economische verschillen. En die sociaal-economische verschillen bleken uiteindelijk ook onoverkomelijk. Dus wat we zien is dat de armen uiteindelijk niet meer binnen konden blijven. Die konden zich niet meer houden aan die social distancing. Ze moesten naar buiten om te werken. Er moest brood op de plank komen. Nu was er in die tijd ook wel een liefdadigheidsorganisatie die de mensen geld gaf, zodat ze ook thuis konden blijven. Maar uiteindelijk was dat onvoldoende. Hè? Dus de armen die hielden ermee op omdat ze het gewoon niet meer konden volhouden. Maar ook de rijken wilden zich niet meer houden aan de maatregelen zodra zij een bepaald niveau van groepsimmuniteit hadden bereikt. En daarnaast waren ze ook niet meer bereid om te betalen voor de liefdadigheid. Dus die 2 dingen die grepen ook nog eens in elkaar. Een tweede reden waarom het niet werkte, is dat mensen zich voelden aangetast in hun individuele vrijheid. Er is in die tijd ook een uitgebreid systeem opgericht van medische politie, medische gezondheidsinspecteurs die iedereen in de gaten moesten houden. Mensen vonden dat maar niks, die wilden zich niet laten inperken en laten bespioneren door de overheid. Dus deze 2 redenen zijn de belangrijkste oorzaken geweest waarom het niet heeft gewerkt. Die redenen liggen ook een beetje aan de basis van cholera-rellen in de 19e eeuw. En die cholera-rellen, die zijn echt, het is bijna een herhaling van wat we nu zien aan demonstraties en protesten. Je ziet heel erg in de geschiedenis dat als er een pandemie is, sociaal-economische verschillen bloot komen te liggen, onrecht in de samenleving, komt genadeloos aan de oppervlakte en mensen gaan protesteren. Dus we zien dat gaat echt hand in hand. Dus dit zijn afbeeldingen van de cholera-epidemie in de jaren 1930. Er zijn enorme rellen geweest. In Engeland bijvoorbeeld in het jaar
1832 maar liefst 72 rellen. Er zijn verslagen van politie, van relschoppers die riepen: de dokters vergiftigen de armen, de politie sleept ze naar het ziekenhuis en sluit hun huizen omdat ze arm zijn. Dus je ziet heel erg, en dat zie je ook op het plaatje links, dat pandemieën, epidemieën, die rellen te maken hebben met armoede, ongelijkheid en ook met complotdenken. We hebben verslagen van vrouwen die de straat op gingen met deegrollers, aardappelstampers, knuppels, slagersmessen, zout en peperstellen om te protesteren. En de woede richtte zich vooral tegen de gezondheidsinspecteurs, en we zien ze hier rechts op de afbeelding, die overal op zoek waren naar overtreders. En er werden grof boetes uitgedeeld. En de opbrengst van de boetes ging voor de helft naar de gezondheidsinspecteur en de andere helft naar de verklikker. Allerlei onrust speelde in de samenleving. Nou, dit soort rellen waren overal in Europa. In de eerste golf van de cholera-epidemieën in de jaren 30. Nu hebben we ook een tweede golf van cholera-epidemieën gehad in de jaren 1840. Ik heb weer het oude plaatje even weer naar voren getoverd. Wanneer waren die epidemieën? In het jaar of in de maanden juni en juli. Dus net voor de piek van de cholera-epidemie. Maar die rellen die, of die onrusten, die hadden een heel andere oorzaak. We hadden ook een soort andere aard. Dus waar ze voordien die rellen waren, vooral waren gericht op het blootleggen van ongelijkheid en eigenlijk ook wel een soort solidariteit in de hand werkte, zien we hier dat er rellen of onrust vooral voortkomt uit angst. Mensen waren bang voor die nieuwe cholera-golf die eraan kwam. En ze probeerden zich uit alle macht te beschermen. Dus wat deden ze? Ze beletten mensen om de ziekenhuizen uit te komen, patiënten. En ze wilden niet dat de mensen uit het protestantse dorpje even verderop naar het katholieke dorpje zouden komen, want ze zouden de boel wel eens kunnen besmetten. Dus onrust komt hier voort uit angst. En je ziet dus dat solidariteit omslaat in eigen belang. En dat is denk ik ook wel iets waar we misschien nu heel erg op moeten letten. Dus ik ben helemaal niet verbaasd dat we nu die enorme demonstraties hebben. Net als toen zien we dat gezondheidsongelijkheid, sociaal-economische verschillen enorm worden blootgelegd. Je ziet dat mensen zich solidair gaan verklaren. Maar wat gaat er straks gebeuren als er een tweede golf aankomt? Want wij raken deze pandemie natuurlijk niet zomaar kwijt. Ik kan er straks nog wel wat meer over zeggen. Ik wil eerst eventjes verder met Katrien. Ja, dank u wel. Ik ben Katrien Salting. Ik ben hoogleraar middeleeuwse geschiedenis en ook medisch historicus. Ik wil natuurlijk graag meedoen om eens een keer te laten zien dat het in de middeleeuwen allemaal lang niet zo vreselijk was als heel veel mensen denken. Want onderzoeken over de pest laten eigenlijk vooral zien dat mensen enorm veerkrachtig zijn geweest en dat door de pest allerlei vernieuwingen in werking zijn gerealiseerd. Die maakte dat de samenleving rond 1500 een stuk welvarender en ook gelijkwaardiger was dan ten tijde van de pest. Toch heb ik mijn slide social toxins genoemd. Hè. Aanknopend bij Rina, maar ook bij Beatrice kun je eigenlijk zeggen dat die pest maar één van de vele problemen was van de 14e eeuw, die dan ook wel de eeuw, de eeuw waarin de pest voor het eerst uitbrak, de eeuw van catastrofes, is genoemd. Je kunt eigenlijk zeggen, die pest landde al in een gespreid bedje. De eerste barsten in de organisatie van de samenleving zaten er namelijk al in. Maar die wordt gevolgd door tal van andere opstanden. In de literatuur heette dat boerenopstand, maar in de praktijk waren er een heleboel ander soort opstanden en relletjes, ook pogroms van Joden bijvoorbeeld. Er werd heel duidelijk aan naming en blaming gedaan. Ze zochten slachtoffers, maar je kunt eigenlijk zeggen, die pest, die maakt toch uiteindelijk dat het na een eeuw weer beter gaat. Nou, waarom heb ik de boerenopstand in Engeland als voorbeeld genomen?
Dat is een opstand die in de literatuur als een soort proto-revolutie wordt gezien. Dat gaat misschien wat ver, maar dat gaat wel degelijk over door de pest bevorderde sociale ongelijkheid. Of je kunt eigenlijk zeggen adel en een zwakke vorst, u ziet hem hiervoor, die de oude situatie probeert te laten voortduren, terwijl het duidelijk is dat die oude maatschappelijke ordening niet meer voldoet. Nou, u ziet hier trouwens de tegenpool van Napoleon. Richard II, een jonge vorst die zich altijd omringde met slechte adviseurs. En ook nog het ongeluk had dat Shakespeare later een prachtig toneelstuk over hem schreef, Richard II. En dat heeft zijn reputatie tot in de eeuwigheid, kun je wel eigenlijk zeggen, naar de verdommenis gebracht. Hè. Dus wilt u een groot leider worden, zorg dan dat een genie op tijd een positief imago voor u smeet. Nou, wat gebeurt hier? Die Bob Tyler, die voert de leider van de opstandelingen, die voert een groep boeren met een groot woord aan, want die willen naar de stad kunnen trekken, want daar is werk na de pest, hè. Op het platteland is niet zo veel te doen. En die willen ook hogere lonen, hè. Dus terwijl die adel en die vorst, die proberen die mensen lijfeigen of horigen te laten zijn. En die willen ze dus vasthouden tegen de lonen van voor de pest. En u begrijpt het als economisch geschoolde allemaal. Door de pest waren er heel veel mensen gestorven. Trouwens niet zoveel als soms wel wordt gedacht. Hè. Ook daar, in de 14e eeuw, had de pest op bepaalde groepen, maakte die veel meer slachtoffers dan bij anderen. Maar er stierven mensen, dus er ontstaat arbeidsschaarste. Hè. Dus zouden de lonen eigenlijk omhoog moeten gaan. En sommige overheden, de koning van Engeland, ook de koning van Frankrijk en in de Italiaanse steden zie je hier en daar hetzelfde en ook in Duitsland, die proberen dus die lonen pre-pest te houden en de mensen die pikken dat dus niet. Dus je ziet eigenlijk in die loop van de 14e en ook in de 15e eeuw telkens opstanden, relletjes, factiestrijd wordt hier ook wel genoemd, van mensen die de oude situatie niet meer willen en meer rechten op eisen. Die koning van Engeland doet dat dus verkeerd. U ziet ook, hij laat die opstandeling vermoorden. Dat kunt u links op het plaatje zien. Maar uiteindelijk wordt deze Richard II zelfs afgezet. Dus de moraal is hier wel van probeer toch vooral te bekijken wat zijn de nieuwe machts- en bezitsverhoudingen. Je zou kunnen zeggen welke kant gaat het uit en bepaal je eigen positie daarin en leg dat uit. Richard II doet dat dus niet. Die laat die man vermoorden. Die gaat snel op weg naar de Tower. Dat kunt u op dit plaatje zien. En uiteindelijk moet hij dus het onderspit delven. En die arbeidswetgeving die hij oplegt, die wordt later ook teruggeschroefd. En je kunt eigenlijk zeggen dat dit ook het moment is van het eind van de lijfeigenschap en de horigheid. Want het is duidelijk dat dat niet meer werkt. En je kunt wel zeggen bij al die opstanden, hou er rekening mee dat er massahysterie kan optreden, maar kijk ook, hoe erg is dat nou eigenlijk en treedt dat nou allemaal op? Voor de pest is een heel interessant onderzoek gedaan. Wij denken allemaal dat daar mensen allemaal in de straten lagen te sterven. Nou, er is een Amerikaanse historicus van Joodse afkomst, dat is denk ik niet toevallig. Die heeft dus in allerlei kronieken gekeken en dan zie je dus dat eigenlijk die massahysterie
die wordt, komt vooral in bepaalde kronieken in Duitsland voor, waar er juist heel veel ongelijkheid was en heel veel Joden. Dus als je naar het gehele beeld kijkt, dan denken wij tegenwoordig dat die massahysterie meeviel. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken voor populistische leiders. Dus het Fat Tale verhaal van Beatrice past hier denk ik heel mooi. Die pest slaat zo aan omdat er al problemen zijn. De economische groei werkte niet langer. Er waren al het klimaat veranderde toen, het werd kouder, waardoor er al hongersnoden waren. Dus er waren al problemen en dan hakt zo'n pest er juist extra in. Dus kijk vooral wat de nieuwe situatie vraagt en val niet terug op achterhaalde reflexen. De volgende, Rina, want we moeten door, zie ik. Nou, wat denk ik heel belangrijk is en waar we misschien tegenwoordig nog niet aan toe zijn, maar wat eigenlijk maakte waarom die pestcrisis relatief snel en zelfs relatief goed wordt opgevangen, ondanks de rellen, is dat overheden, ook de kerk, eigenlijk alle wat in de literatuur heet mechanisms for unity stimuleren. Je ziet eigenlijk dat overal in de samenleving groepen ontstaan, organisaties die rituelen ontwerpen voor solidariteit en een nieuwe saamhorigheid. En dat gaat zelfs zover dat zij herinneringscultuur voor de slachtoffers stimuleren. De namen worden afgeroepen, er komen een manier om mensen af te beelden. We noemen dat de memoriacultuur. Dus juist om aan te geven, die mensen zijn weliswaar gestorven, maar die horen nog steeds bij ons. En die horen bij onze samenleving. En het is eigenlijk heel opvallend dat nu die doden toch heel anoniem zijn. Dat zijn de oude mensen, de dikke mensen, de domme mensen die zich niet aan de regels houden. En wellicht is het te vroeg, maar het lijkt me toch heel belangrijk om daar alvast dus over na te denken. Nou, op het plaatje ziet u wit geklede mannen, maar ook vrouwen deden aan die beweging mee. Er ontstaan allerlei broederschappen met rituelen die processies houden, die ook elkaar gaan helpen. Maar sommige van die broederschappen, en dit is een voorbeeld uit Italië, die stimuleren vrede. Daarom zijn ze hier ook in het wit gekleed. U herkent hier wellicht het San Marcoplein in Venetië. Ze heten ook de Bianchi, de Witten. En die roepen pace e misericordia naar elkaar. Dus die, als u nog uit de jaren 60 stamt, dan weet u dat het toen love and peace was. Dat is eigenlijk een wat modernere vertaling hiervan. Dus het is denk ik wel belangrijk. Het lijkt heel soft, maar het is denk ik echt een manier om eens na te denken over, nou, wat voor samenleving willen wij nu eigenlijk naartoe? Hoe kunnen we toch verbanden van groepen herstellen? Ik moest daar ook aan denken, Rina noemde het al, naar aanleiding van de recente protesten van Black Lives Matter. Daar zie je dus aan de ene kant ook een social toxin. Niet toevallig dat dat in coronatijden gebeurt. Maar het gebeurt ook in coronatijden omdat mensen dus nieuwe solidariteit willen tonen met groepen. Nieuwe gemeenschap willen opbouwen. Dus je zou echt eens kunnen nadenken, hoe gaan we dat doen? En het opvallende is dat die broederschappen, waar trouwens ook vrouwen aan meededen in veel gebieden, die werden natuurlijk geholpen door de kerk, hoewel de kerk ze vaak te vrijmoedig vond, maar ook wel degelijk gesteund door de overheid, die dus zag dat zij belangrijke nieuwe symbolen en sensemaking, denk ik, produceerden. Ik zal het woord weer aan Rina geven. Ik kan daar nogal meer over zeggen, maar dat duurt het, denk ik. Dankjewel, Katrien. Dat is al een mooie voorzet voor de conclusie.
En ik zal het een beetje kort proberen te houden, want we zijn al een beetje aan de late kant aan het raken. Wat we kunnen leren en lessen die we zeg maar, nu direct kunnen meenemen zijn onder te verdelen in drie categorieën. Waarvan de eerste categorie hebben we genoemd veerkracht is een werkwoord. Dit is de commissie veerkracht. Dus veerkracht is een bijna een toverwoord op dit moment. En de vraag is hoe kunnen we die veerkracht overeind houden? Hoe kunnen we dat versterken? Nou, veerkracht is zoiets wat inderdaad voortdurend werk vraagt. Werk en investering van ons. En wij denken dat de drie belangrijkste zaken waar nu aan gewerkt moet worden, die staan hier ook vernoemd. De eerste is het verminderen van angst onder de bevolking. Het is heel, heel belangrijk dat de overheid op dit moment angst moet verminderen en niet moet aanwakkeren. Of als het ware moet reageren, alleen maar primair moet reageren op angst. Angst moet gemanaged worden op dit moment. Want de geschiedenis leert dat door angst solidariteit verloren gaat. En solidariteit is wel het allerbelangrijkste voor veerkracht. Ik heb dit plaatje hier op deze dia ingevoerd. Hier zien we, en dit plaatje wordt voortdurend gereproduceerd door de 18e en de 19e eeuw. Het is een man die zich uit alle macht probeert te beschermen tegen cholera. En hij volgt alle regeltjes op die er zijn en alle adviezen die er worden uitgereikt. Dus we zien hier dat hij India rubber voor zijn borst heeft geknoopt. Hij heeft koper voor zijn maag, hij heeft katoen in zijn oren. Hij heeft een bakje met azijn onder zijn neus. In het karretje trekt hij zijn eigen toilet en zijn bad. En hij heeft meters met flanel voor zijn persoonlijke hygiëne. En hij heeft een acaciaboompje en een jeneverbestak vast. Alles om zich te beschermen tegen de cholera. Dus al die beschermingsmaatregelen staan in de tekst. En de allerlaatste regel zegt, al deze middelen die deze man gebruikt, die maken het zeker dat hij de cholera als eerste zal oplopen. Het is de verpersoonlijking van angst. En angst is een slechte raadgever en angst is zeker ook tijdens pandemieën en epidemieën een heel slecht, een hele slechte emotie. Dat betekent, hè, als de overheid daar meer verantwoordelijkheid voor neemt, die angst wat gaat afzwakken, moet de overheid beginnen met loslaten. Ze moeten stoppen met het behandelen van burgers alsof het kinderen zijn die steeds maar een schouderklopje nodig hebben omdat ze het goed doen en zich goed aan de regels houden. Vertrouw erop dat burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat is o zo belangrijk, want als de overheid het vertrouwen niet geeft aan de burgers, dan gaan ze het zelf pakken. Dat heeft er natuurlijk directe consequenties voor al die regels waar we mee te maken hebben. Al die regels wakkeren die angst alleen maar aan. En op dit moment, ik denk wat we op dit moment zien is een soort wapenwetloop van regelkanonnen. Dus het is niet alleen maar de overheid die komt met allerlei regels. Maar wij proberen onszelf ook nog de loef af te steken met het bedenken van nog meer regels. En uiteindelijk zien we door de regels, door de bomen het bos niet meer, dat niet alleen. Maar meer regels betekent ook dat we voortdurend naar elkaar aan het kijken zijn. En het met het geheven vingertje naar elkaar zitten, omdat we het niet goed doen. Nou, als iets killing is voor solidariteit en het onderling gevoel van samen in deze crisis zitten, dan is het wel dat. Verder denken we dat we weg moeten van one size fits all. We moeten toe naar een veel meer gedifferentieerd beleid. Dat geldt niet alleen maar voor regio's of voor leeftijdsgroepen, maar ik denk dat we ook hebben laten zien dat het geldt voor sociaal-economische verschillen. Mensen met een hoge lage 6 moeten anders behandeld worden. En misschien moeten we het dan ook vooral hebben over kwetsbaarheid. Nu als we het hebben over kwetsbaarheid, hebben we het vooral over onze kwetsbare ouderen. Hoewel ze daar zelf niet zo blij zijn met die terminologie. Maar misschien moeten we het ook eens hebben over die kwetsbare asielzoekers. En die kwetsbare arbeidsmigranten. En die kwetsbare mensen in de achterstandswijken. Ik vind het geen wonder dat als er nu uitbraken zijn, dat die juist in die groepen zitten. Hè? Bij de vleesindustrie, waar die arbeidsmigranten in busjes op elkaar zitten. In asielzoekerscentra. Dat is geen verrassing.
Verder denk ik dat we moeten nadenken over risico's. En dat is niet iets waar wij alleen over moeten nadenken, maar dat moeten we met z'n allen doen. Dan moet er meer een maatschappelijke discussie komen over de vraag, wat voor risico's zijn we bereid te nemen? Op dit moment is het eigenlijk zo dat het stappen in de auto gevaarlijker is dan het overlijden aan corona. Maar eigenlijk zijn we ons daar helemaal niet van bewust. Ik denk, daar moeten we vaker over spreken en ook over wat nu het nieuwe normaal wordt genoemd. Heel veel mensen voelen aan dat het nieuwe normaal eigenlijk helemaal niet normaal is, bijzonder abnormaal zelfs. Mensen zijn nog wel bereid om in het nieuwe moraal mee te gaan totdat er een nieuw vaccin komt. Ik kan u zeggen, als medisch historicus ben ik zeer somber over de termijn waarop dit vaccin beschikbaar komt, als het al ooit beschikbaar komt. Dat nieuwe normaal, dat kunnen we niet volhouden tot die tijd, of misschien wel tot nooit. Dus laten we dat serieus nemen, hè, dat het nieuwe normaal gewoon niet normaal is. Die anderhalve meter samenleving is ook niet een normale samenleving. Laten we daar ook met z'n allen over spreken. Nou, het laatste punt, gebruik de geschiedenis. Komen we terug op het begin. Geschiedenis als een citizens resource. Alles wat nu is gebeurd, is ooit al eens een keertje eerder gebeurd. Leer van fouten uit het verleden. Gebruik de verhalen om mensen perspectief te geven. En vooral ook gebruik de geschiedenis om kritische vragen te stellen in het maken van beleid. Beatrice heeft nog één concluderende slide. Rina, misschien kun je hem toch even terugzetten op de conclusie die jij net hebt genoemd. Ik denk dat het beter is om nu over te gaan naar de vragen. En eventueel kan ik de slide nog in de discussie gebruiken. Ik denk dat jij een hele mooie afronding hebt gegeven van onze bijdrage, hè, vanuit de geschiedenis aan dit debat. En ik ben heel erg benieuwd wat de mensen daar nu mee kunnen of verder van denken. Dus misschien is het goed als Laurens het als moderator weer overneemt. Ja, dankjewel Rina, Beatrice, Katrien. Bijzonder boeiend verhaal. Ook niet alledaags. Dus volgens mij, ik ben wel verrast door dit perspectief wat jullie bieden. De faalpaden die jullie schetsen, maar ook zo voor de positieve effecten van crisis. Hè, die solidariteit en die mogelijkheid voor vernieuwing. Tegelijkertijd sluit u je af met een paar stevige aanbevelingen ook. En er zijn inderdaad wel wat vragen over. Ik heb een vraag van meneer of mevrouw Bouwen. En vaak ontstaan er, zegt zij of hij, na een crisis vragen uit de samenleving voor gedenkingsdiensten en stille tochten. Hij zegt van het opvallend is dat dat niet gebeurt bij corona. En zou je dit nou als overheid actief moeten stimuleren of moet het vooral vanuit de samenleving zelf ontstaan? Bij ons in Groningen aan de faculteit Theologie is de suggestie gekomen om een nationaal monument te creëren voor alle slachtoffers van corona. En ik denk dat is een enorm goed idee. Zo'n monument helpt ons ook om deze periode af te sluiten, om de periode ook te verwerken als samenleving, als geheel. En dus ik, als historicus ben ik heel erg voor deze suggestie. Ja, wat ik aan deze crisis heel spannend nog vind, is dat is toch een beetje het verhaal van Napoleon. Hoe gaat deze crisis geframed worden? Het is namelijk nog niet een crisis, het is het ook, wordt het waarschijnlijk ook niet, waarin heel veel mensen de dood zullen vinden. Gelukkig is de case fatality rate, dus het aantal mensen dat sterft door deze ziekte, vergeleken met andere infectieziekten nog relatief laag. Dus heel veel mensen hebben geen doden te betreuren in de omgeving. Dus dat monument, dat is heel erg belangrijk voor de mensen die dat wel hebben. Maar de meeste mensen die ik spreek, en ook wat je hoort in het nieuws, is dat mensen eigenlijk eerder nog rouwen over hun zaak. Hun negotie, hun derving van inkomsten, het verlies van de mogelijkheid om eindexamen te doen of eindexamenfeesten te houden. Dus je ziet dat er een soort rouw is voor dingen die niet levensbedreigend zijn, die eigenlijk misschien ook zelfs voor sommige mensen een beetje luxe zijn. En toch voelen mensen zich daar heel erg rottig over. Dus ik ben eigenlijk nog wel heel erg op zoek naar een antwoord uit de geschiedenis, hoe mensen omgingen met rouw rondom, zeg maar, zaken die je hebt gemist, om verlies die niet mensenlevens betreft. En deze crisis staat veel meer in het teken van economisch verlies, sociaal verlies, dan gelukkig levensverlies. Maar het is desalniettemin voor heel veel mensen wel echt heel erg pijnlijk wat er allemaal is gebeurd. Zeker. Allright, dankjewel. Ik kijk even door. Ik heb een vraag van Sjoerd. Hij zegt van in de 18e eeuw bleken de bekende regels eigenlijk niet te werken. Hè?
Betekent dat er wellicht nu ook verminderde werkzaam is van de COVID-maatregelen? Misschien Rina, kun jij die beantwoorden? Ik heb het niet helemaal verstaan. Betekent dit en wat kwam er dan? De vraag is, betekent dit nu ook dat er wellicht ook nu verminderde werkzaam is van de maatregelen? Of ze minder werken op dit moment? Ik denk dat die maatregelen hebben natuurlijk aanvankelijk wel goed gewerkt. Hè? We hebben die curve weten af te vlakken met z'n allen. Mm-hmm. We zitten dan ook aan het begin van een crisissituatie. We zien ook in de 18e eeuw dat het aan het begin van een crisissituatie helpt. Maar op de lange termijn niet meer. En ik denk dat we die richting nu ook wel langzaam aan het opgaan zijn. Mensen die zijn toch minder bereid om die afstand in acht te nemen. Ook die individuele vrijheden die aangetast worden, en dat zijn er nogal wat. Mensen die lopen daartegen te hoop. En ik voorspel ook dat dat steeds vaker gaat gebeuren. En met het groeiend aantal regeltjes groeit natuurlijk ook het verzet. Ja, mag ik daar nog even... Dat zie je eigenlijk al vanaf het begin. Quarantaine wordt eigenlijk in de 14e eeuw al uitgevonden. Ze weten best dat je best mensen moet isoleren. Maar om de Italiaanse steden maar als voorbeeld te nemen. Op een gegeven moment gaan de kooplieden druk uitoefenen. Want de lading kan niet binnen. Er zijn mensen die weer aan het werk moeten, want die hebben geld nodig. Er moet ook gewoon voedsel een stad binnen worden gebracht. Dus eigenlijk laten alle historische voorbeelden vooral zien. Het werkt, maar na 2 maanden of eigenlijk na een aantal weken begint de druk toe te nemen. En moeten de dingen anders worden aangepakt. Beatrice, je wil erop aanvullen. Ja, kijk, heel erg belangrijk is om uit zo'n crisis met een goede exitroute te komen. Eigenlijk ook wat Rina ook al zei, in het begin stond iedereen achter die maatregelen, nu wordt het lastig. Ik wil eigenlijk 2 parallellen trekken. Parallel met terrorismebestrijding en een parallel met pandemie of ziektebestrijding in Afrika. Allebei recente voorbeelden, maar ik denk ook leerzaam. Hè? De recente geschiedenis is ook geschiedenis. Bij terrorismebestrijding is de NCTV op een gegeven moment afgestapt van heel erg bewust mensen de hele tijd oproepen: wees waakzaam, wees waakzaam, wees alert. Dat hebben ze een beetje losgelaten, want dat hou je niet 72 uur lang vol. Het is heel moeilijk om altijd waakzaam te blijven. Bovendien gaan mensen zich dan heel gek gedragen. Dus wat de NCTV heeft gedaan, is die waakzaamheid verleggen naar de sectoren die het echt kunnen. Dus er zijn sectorenplannen geformuleerd en het is gedelegeerd. En in Afrika is in de jaren 90 en 2003 hetzelfde gebeurd. In de strijd tegen ebola en andere ziektes heeft men het niet meer langer centraal gemobiliseerd. Maar is men lokaal gaan investeren in het, als het ware, soort delegeren van waakzaamheid. En ook het betrekken van mensen die willen. In bijvoorbeeld plaatsen of wijken waar veel achterstand heerst, waar de problemen het grootst zijn, om daar mensen uit die wijken zelf te recruteren om een soort gezondheidswerker te worden. In plaats dat de mensen van buitenaf met maanmannetjes pakken komen, hè, de ebola-crisis, en iedereen op stang jagen, kunnen mensen dus zelf ter plekke een opleiding voor een gezondheidswerker worden. En ik kan me dus ook voorstellen, en ik vind het eigenlijk nu ook wel tijd dat dat een keer gebeurt, dat er wordt gesproken over hoe kunnen we nou die angst waar Rina het over had en die alertheid en die waakzaamheid een beetje downgraden als het gaat om het nationale niveau. Maar hier zijn ook lokale bestuurders, regionale bestuurders aan zet. Daar waar het op popt, zou je de mensen ter plekke er zelf bij moeten betrekken. En daar zou budget voor moeten komen. Ik denk dat dat de veerkracht ook verhoogt en dat je dan ook veel beter geen uniforme aanpak, maar heel erg op maat gemaakte aanpak kunt maken en de mensen er zelf bij kunt betrekken. Beatrice, is je oordeel ook van dat gebeurt nog te weinig? Want er is natuurlijk wel die oproep aan allerlei sectoren gedaan om die 1,5 meter uit te werken. Misschien vanuit de protocollen gedachte, maar ook wel vanuit het idee van laat ze zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want ze kennen hun eigen sector het beste. Daar wil iedereen op reageren. Kijk eerst even naar Beatrice. Nee, laat Rina maar. Ik kriebelde gewoon op mijn wenkbrauw. Oké, heel goed. Ja, ik denk die oproep, ik was aanvankelijk heel erg blij met die oproep, want ik dacht, eindelijk gaat de overheid luisteren naar de mensen. Ja. Maar het lijkt wel of het een oproep is geweest tot het creëren van nog meer regeltjes. En dat is een valkuil. Want al die regeltjes
die moeten ook gehandhaafd worden. En wie gaat die regeltjes handhaven? Nou, dat zijn de opstellers van de regeltjes. En die mensen die gaan naar elkaar wijzen. Dus de buurman die gaat jou wijzen op het feit dat je niet ver genoeg weg bent. Of je gaat boodschappen doen en je krijgt om je oren omdat je de verkeerde kant op loopt. Dus dat is eigenlijk, die oproep is de verkeerde kant op gegaan. Dat is goede bedoeling, mislukte interventie eigenlijk. Precies, ja. Ja. Oké, okay. Ik ga even door. Even naar Linda, die had een vraag. Wat is de invloed van social media? In ieder geval, misschien ook een historisch perspectief van communicatie op het wel of niet accepteren van maatregelen. Zoals social distancing. Dus de invloed van communicatie op de acceptatie en de naleving van de maatregelen. Nou, ik wil even kort een aftrap doen. Ik weet niet of Lotte daarover nog iets kan zeggen. Of die nog hoorbaar en bereikbaar is. Maar heel kort, social media heeft deze hele crisis van aard laten veranderen. Het is de eerste grote internationale crisis waar iedereen zich mee bemoeit. Het is een treinongeluk in slow motion waar iedereen tegelijkertijd zijn eigen BBC op is. Zijn eigen broadcasting company. En dat maakt het allemaal nog veel psychologisch, sociale problematischer. Tegelijkertijd schept het ook enorme kansen voor leiders die dit begrijpen. Om een goed beeld neer te zetten. En je ziet dat een aantal ministers, een aantal bewindslieden heel goed is gelukt. Je ziet ook de kracht van beelden, hè, op de Dam, hoezeer dat dan ook mis kan gaan. Dus deze crisis werpt meteen zijn eigen sociale mediaschaduw ver over land en volk heen. En daar moet je eigenlijk, terrorisme doet dat natuurlijk in feite ook. Hè. Bij terrorisme wordt het ook onmiddellijk getwitterd en gedaan. Eigenlijk zou je heel erg moeten investeren in mensen die hier, bestuurders, bewindslieden, burgemeesters, die hier een rolmodel, een voorbeeldfunctie in kunnen nemen en die dit ook slim kunnen doen. En die zijn er volop. Dat zie je ook rond aanslagen dat ook steeds beter en steeds slimmer gebeurt. Gina. Ja, ik sluit me daar heel erg bij aan bij Beatrice. Ik denk op dit moment, we leven een beetje in een expertocratie. Hè? Iedereen is zijn eigen expert geworden. En ik moet ook mijn hand in eigen boezem steken, want wij wetenschappers doen het ook vaak. Wij zitten vanuit onze eigen standpunt te zenden, zonder dat we met elkaar overleggen. Dus die dialoog is denk ik heel erg belangrijk, omdat dat die expertocratie zeg maar overstijgt. En in de aanpak van zo'n crisis moeten we dat doen, als wetenschappers, maar ik denk ook als samenleving. Dankjewel, dankjewel. Ik kijk ook even met het oog op de tijd. Het is 4:05. Ik weet niet of er vanuit de experts ruimte is om misschien iets langer door te gaan. 10 minuten, een kwartier. Als het zo is, stel ik voor dat we dat doen. Ik kijk even rond. Gina zegt oké. Okay. Ik moet echt 4:05 stoppen, helaas. Dan gaan we dan afronden. We hebben nog iets van speling. Voor een aantal vragen nog. Eén vraag nog. Even kijken. Van Sjoerd. Is het te verwachten dat de demonstraties van de afgelopen dagen eigenlijk het begin zijn van meer sociale onrust in de samenleving? Ja, zou ik dan toch even die slide mogen laten zien? Kan dat nog? Kan de PowerPoint nog een keer getoond worden dan de laatste slide? Ja, die komt er aan, zie ik. Ja. Nou, dat is de slide, de scenario slide. Die kunnen we misschien nog wel even bespreken. Of is dat lastig? Volgens mij kan dat. Hij komt eraan. Het duurt even om hem af te laden. Nou, wat u zo meteen zult zien is een scenario slide. En je ziet twee assen. Je ziet één as van een lage druk op het sociale gezondheidssysteem naar een gezondheidssysteem naar een hoge druk. Dus veel bedden bezet. En dan de laatste slide van de presentatie, alstublieft. En op de verticale as zie je de allerlaatste slide. Ja, deze. Yes. Dank u wel. En op de verticale as zie je de sociaal-economische impact. En wat je ziet gebeuren is dat we op dit moment in een beperkte druk op het zorgstelsel toestand zitten. Dus helemaal links voor u in het schema. Dat de sociaal-economische impact best wel redelijk hoog is voor veel mensen. En je ziet dat er dan aan de ene kant verslapping en mensen worden laconiek. Aan de andere kant ook veel burgerlijke ongehoorzaamheid. En met name de sectoren die het al heel zwaar hebben. Die zullen eerder in opstand gaan komen tegen het feit. Ze zijn minder bang. Het is minder angstig op straat vanwege die ziekte. Dus je kunt eigenlijk vanuit zo'n scenario model
heel goed laten zien dat die burgerlijke ongehoorzaamheid, zolang het met de sociale economische situatie in Nederland niet veel beter gaat, zal het nog wel eventjes zo blijven. Dus dat geeft de bestuurders nog wel wat kopzorgen, denk ik. Rina, wil jij hier nog iets aan toegevoegd? Nou ja, ik kan me daarbij aansluiten. Ik verwacht ook vanuit historisch perspectief dat het zal toenemen. En ik denk ook dat de solidariteit gaat omslaan, zal gaan omslaan naar eigen belang. En dat is misschien iets waar we met een soort blik naar de toekomst al naar kunnen kijken. Dat is denk ik belangrijk. Hè? Het is, ik moet zeggen, ik ben helemaal niet verbaasd dat deze grote demonstraties nu gebeuren. Ik heb het ook al begin maart al gezegd, daar komen opstanden van. Daar, en ook met de referentie aan de 19e eeuw, die enorme cholera-rellen die we gezien hebben. Vanwege die ongelijkheid die genadeloos wordt blootgelegd op dit moment. En in de 19e eeuw ging het om klassen, nu gaat het om rassen. Maar het patroon is exact hetzelfde. Ja, waarbij je denk ik wel echt wel kunt onderstrepen om toch ook nog een wat constructieve, hoopvolle uitspraak te doen. Bestuurders hebben hier wel interventievermogen. He, die kunnen optreden. Regeringen ook. Je ziet dat in landen waar de regering aantoonbaar grote hulppakketten uitdeelt, zoals in Nederland, zoals in Duitsland op dit moment, dat daar de protesten nog onder controle blijken. Je ziet dat in landen waar dat niet zo is, in Brazilië bijvoorbeeld, maar ook in Amerika natuurlijk zeker op dit moment, daar loopt het echt uit de hand. Omdat de mensen ook het gevoel hebben, ze horen ons niet meer, we hebben niks meer te verliezen. En in Nederland, die protesten op de Dam, die waren heel vreedzaam. Die waren buitengewoon eigenlijk hoopvol ook. En de meeste mensen, eigenlijk alle mensen waren het daarover eens dat er geen geweld moest gaan gebruiken. Het probleem was daar die anderhalve meter, maar niet dat het een dreigende situatie was. Integendeel, het was een hele belangrijke, goede demonstratie. Dus ik wil dat punt wel maken. En dat heeft ook wel echt het gevolg. Dat is wel het gevolg van het feit dat er in de Nederlandse samenleving nog veel vertrouwen is. En dat de regering met al die hulpmaatregelen dat ook wel echt heeft aangewakkerd. Ja. Je kunt een hele kleine toevoeging. Ik ben blij dat Beatrice dit zegt. Ik denk wel dat het voortkomt aan die behoefte. Het is een mechanism of unity. Dat je alertheid op de gevoeligheid voor onrechtvaardigheid in deze tijden sterker is. Dat zag je aan mijn voorbeelden ook. Daar zou ik nog veel meer van kunnen noemen. En dat er juist behoefte is aan love and peace-achtige bewegingen, hoe soft het ook klinkt, maar om je in te zetten voor positieve dingen en om solidair te zijn. En dat zag je aan de interviews van de mensen die protesteerden, die wat gevraagd van hier willen we ook iets aan doen. Dus let daar ook op dat mensen de kans ook moeten krijgen om die solidariteit te betuigen, zou ik eigenlijk kunnen zeggen. Zeg maar ook op de langere termijn. Hè? Dus u zag in het begin solidariteit, misschien zitten we nu wat meer in de desillusiefase, maar ook op lange termijn is het belangrijk om die inspraak, die participatie wel zoveel mogelijk te waarborgen. Ja. Mag ik nog één dingetje toevoegen? Voor de collega's van de kunst- en cultuursector. Want ik denk, daar moeten we gebruik van maken op dit moment. Zij zijn degene die dit soort softe belangen heel goed kunnen vertolken. En de kunst- en cultuursector zit in ademnood op dit moment, maar we kunnen ze heel erg goed gebruiken. Dus bestuurders, gebruik de kunst- en cultuursector, net als geschiedenis. Ja. Dankjewel, Rina. En nog even, ik kijk even naar Beatrice. Welk advies geven jullie mij? Historici adviseren volgens mij niet altijd, maar toch, wat zouden jullie mee willen geven? Nou, wat ik mee zou willen geven is eigenlijk wat er al gebeurt her en der. Wat ik zelf ook toegestuurd krijg. In elke plaats, in elke stad, in elk dorp zijn er altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis. En je hebt allerlei historische verenigingen, amateurhistorici. En ik weet dat het heel erg goed werkt in ook plaatselijke kranten, regionale kranten, om verhalen te publiceren over ervaringen met eerdere pandemieën. In mijn dorp stond in één keer een verhaal van een mevrouw die had de Spaanse griep nog meegemaakt. Of iemand die in de jaren 70, wat was dat, de Mexicaanse griep? Ook zoiets. En je merkt dat de Hongkong-griep. Welke griep? De Hongkong-griep. De Hongkong-griep, sorry. Dus je merkt dat mensen dat soort verhalen
weten op te diepen en met elkaar weten te delen. En als je als bestuur of bewindspersoon, daar zou je natuurlijk ook te kunnen oproepen. Van mensen delen uw verhalen, schrijven een essaywedstrijd of houden een interview. En het gekke is, dat werkt. Iedereen vindt dat fijn om te lezen. Iedereen vindt dat fijn om te horen. Dus geschiedenis geeft eigenlijk altijd in bange tijden ook een beetje troost. Dat is ook gewoon onderzocht. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Elk land, elke stad heeft zijn eigen unieke geschiedenis. Ook met dit soort erge en hoopvolle verhalen. En ja, pak die uit. Mooi, mooi. Katrien, wat is jouw advies voor burgemeesters? Nou, ook wel stimuleer die collectieve verantwoordelijkheid. Hè? Dus het voorbeeld van de demonstraties in Amsterdam is eigenlijk van, waarom bedachten mensen niet dat dat niet kon? Hè? Dus dat, daar zou je wel over na kunnen denken. Dus niet meteen in een kramp en het verbieden, dat lijkt me absoluut niet de oplossing. Maar eigenlijk zou, als je mensen werkelijk serieus neemt, dan stimuleer je ze ook om zelf te bedenken van, dit was misschien niet een goed idee, ook al was het doel zo goed. Daarom vond ik het zo jammer dat het gisteren in Rotterdam uiteindelijk misging. Want ik denk dat het mooie was dat daar zelfs over de, bijna in middeleeuwse zin, over de routing nagedacht was. Waar ga je met een processie langs? Langs de Erasmusbrug, het symbool van Rotterdam. Dus daar was wel degelijk een poging gedaan om met die protestmars ook iets positiefs en een soort samenhorigheid te stimuleren. En dat betreft, denk ik, en daar kunnen historische verhalen, en daar zou ik nog aan toevoegen, maar denk ook eens na over toch nieuwe saamhorigheidsrituelen. Wat dat betreft zou je bijna zeggen, meer van dit soort protesten, maar dan als saamhorigheid manifestaties. Zou ik eigenlijk zeggen. Zo deden ze het in de 15e eeuw. Dankjewel. Katrien, Rina, een afsluiter voor jou. Ja, ja, meer stille tochten, zegt Katrien. Ik denk dat we meer maatschappelijk debat moeten hebben over zaken als risico's. Welke risico's willen we wel en welke risico's willen we niet nemen? En ik denk dat we ook moeten praten over wat we wel of niet normaal vinden. Want op dit moment bepaalt Rutte wat voor ons normaal is of vooral wat abnormaal is. Terwijl het is natuurlijk een normatief begrip en daar gaan wij met z'n allen over, niet alleen de overheid. Dus ik denk daar moeten we ook als maatschappij samen over nadenken. En verder sluit ik me heel erg aan bij wat Beatrice en Katrien hebben gezegd. Hey, dank voor deze mooie slotwoorden, Rina. We zijn aan het einde gekomen van dit webinar. Ik zou zeggen toch een revolutionair webinar voor veiligheidsregio's en burgemeesters met historici. Dit smaakt wat mij betreft naar weer. Dus volgens mij was dit een begin. Ik zou graag nog een keer een volgend webinar met jullie ook maken. Maar voor nu in ieder geval veel dank dat jullie ervaringen en inzichten hebben willen delen. Erg waardevol. Dank ook voor het team die dit heeft mogelijk gemaakt hier binnen het LOTC. Wij gaan de resultaten, de belangrijkste opbrengsten, nog terugkoppelen, zodat anderen daar ook profijt van gaan hebben. En hopen jullie op een volgend moment nog een keer te zien bij dit webinar. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.